Ja, vrienden, weer even een update over de boer zoekt vrouw. Ja, waar moet ik beginnen? Nou, in ieder geval niet bij Lammetje, bij die Janine, want dat is ongelooflijk saai met die gasten. Het enige wat we daar wijzer zijn geworden is dat je krijgt dus blauw op je rug als je zwanger bent als schaap. Kijk, verder zijn we niet gekomen daar. En in Friesland, bij die poppen, nou, daar gebeurt helemaal geen ene mallemoer. Daar vallen de volgers van boer zoekt vrouw van in slaap. Nou, dan houden we natuurlijk over. Natuurlijk, Kersenpit. Onze Rob daar in de Betuwe. Kersenpit, ja, die ging die vrouwen... Oh, vrienden, heb je dat weer gezien? Die ging die vrouwen weer toedekken. En dan weer... En dan ging die weer... Het was weer... Oh, het was weer dat, weet je wel. En toen pakte hij zijn gitaar. Onze Kersenpit. En die deed daar een volle Bob Dylan met zijn mondharmonica. Zag je dat? Ja. En hij gooide er nog even een Elvis uit. En toen had hij nog een soort van eigen nummer. En toen schoot Krullenbol vol. Nou, dat is mooi. En dan kom ik natuurlijk bij Hinnik. Ja, onze Hans. En ik heb steeds gedacht, vrienden en jullie ook natuurlijk. Dat wordt natuurlijk gewoon die Dini, die buurvrouw. En dat leek gewoon helemaal voor elkaar gemaakt. Maar nou begint ineens, ja. Nou begint ineens die buurvrouw, die begint te twijfelen. Oh god, dan krijgen we die. Ja, die denkt ineens, ja, ik weet het niet helemaal. En twijfel. Dus die buurvrouw, die lijkt eruit te vallen nou. Ja, en hup, dan komt ineens die Annette. Die zeg maar, dat Zeeuws meisje. Komt Zeeuws meisje ineens oprukken. Dus voorlopig zien we Hinnik samen met Zeeuws meisje. Met als goede outsider de buurvrouw. En dan kom ik natuurlijk, ja. Bij mijn favoriet. Bij Evert Koetjeboe. Koetjeboe is het een geweldig, jongens. Heb je hem weer zien zwijgen? Hij pakt helemaal de signalen van enige flirt. Pakt hij ook niet op en hij kan ze ook zelf niet afgeven, die signalen. Dus het is geweldig. Ja, maar wat wil je ook? Die Koetjeboe, die staat al zijn hele leven, staat hij daar tussen die koeien. Zie het voor je? Met die dingen, zo, in die uiers. En als hij wat zegt, Koetjeboe, dan is het tegen een koe. Ja, en wij weten allemaal dat koeien verdacht weinig terugzeggen, beste vrienden. Dus ja, wat voor conversatie heeft onze Koetjeboe dan? Dus vandaar. En dan de vrouwen natuurlijk van Koetjeboe. Want ja, die weten het ook allemaal niet. Het is heel hectisch. En dat komt natuurlijk ook omdat die Maud... Oh, wat zijn we gelukkig met haar, vrienden. Hè? Wat zou boer zoek vrouw zijn zonder de Maud. Maar Maud, die is natuurlijk constant bezig en die Cora daar, die kan dat niet aan. Nee, die snapt het spel niet. Die weet niet dat ze zichzelf hop, in de strijd moet gooien. En die haakt dan een beetje af en die schiet dan ook helemaal vol, onze Cora. Oh god. Nou ja, goed. Maar die Maud, die is constant maar aan het babbelen en die wil maar dat ze, oh, ik wil hem zo graag aanraken en ik wil zo graag contact met hem. En toen wilde ze weer connecten met hem. Zag je dat met die handen zo? Maud, oh, en ze heeft constant het hoogste woord en ze weet zelfs heel goed hoe je moet tanden poetsen. En zo gaat het maar door met onze Maud. En Maud vroeg zich ook nog af, ja, en toen moesten wij natuurlijk allemaal heel erg hard lachen, dat ze nog nooit versierd was. Haha, Maudje. Hoe zou dat nou toch komen, Maud? Nou ja, vrienden, laten we dolgelukkig zijn, nog steeds, met onze Maud.